die kant loopt ook niet, want daar loopt ook politie. Ik vind ook bekend vuurwerk, dum bum. We moesten weg van de politie, die zat van de afstand te schreeuwen. Ik wist niet wat ze zeiden, maar ik denk dat dit niet mocht. Let op, alles in deze video is levensgevaarlijk. Doe dit thuis dus niet na. Sterker nog, doe dit gewoon überhaupt niet na. Veel kijkplezier. Buongiorno, ciao tutti, daar zijn we weer. Het is een heerlijke dag vandaag. We hebben het verdiend. Met mooie bommen en bier. Ciao tutti. Salut. Ja, dames en heren, zeiken we goed. En we zijn hier met... Lekker hoor. Wat is dat weer? Buongiorno, ciao tutti, daar zijn we weer. Ze lachen erom, maar die druiven hebben er echt wel onder te lijden hoor. Kijk dan. Gewoon bedorven door wat gezeik tegen die boom aan. Buongiorno, ciao tutti, daar zijn we weer. En dan kijk ik, krasse 2600, weet ik hoeveel van gram. En dan gaat de lucht in. Ja, man, is van de koning weg! Was dat? Oh, geinig. Hij moet de gek erin steken. Doe maar goed. Ja, knalletje. Fuck. Nou, we lopen dus naar die show toe. Je moet dus echt door die boomgaarden heen lopen om niet gezien te worden. Alleen, ik ga hier dadelijk stoppen, maar Daan naast mij, die gaat vandaag de danger cam doen. Want hij gaat helemaal proberen tot aan de buizen te komen. Ga ik je dat lukken, denk je, jong? Derde al. Hey, kijk dit dan, je legt de rekening, zie je dat? We gaan nog een aantal jaar geleden, denk ik. Single papiersnippers die ze in de buizen doen. Ze gebruiken mijn oud papier om die shells van te maken. Ja. Lach joh. Hoppa! Oh. Zo, mooi hoppa! Zo! Die gaan wel heel erg laag. Ja, die doet het niet meer. Ja, die doet het niet meer. Kijk, daar gaan we. Die valt midden in het veld. Wat een dikke weigeraar was dat. En zo schrapen die jongens erop. Want eigenlijk de show over is, al die jongens door het veld gaan ze zoeken naar bommen. Die rookshows vind ik ook altijd mooi hoor. Stoken met die handen. En ook hier. Oh, wat
klappende dingen laag boven de grond zijn. Naar beneden, gewoon branden. Dat valt gewoon naar binnen in het veld. En onze bezig, hè, die is daar nog, hè? Onze Daantje, die loopt daar nog ergens geweldig. Ik heb een doodwens. Mooie houding. Projectielen gaan wel heel erg hard. Zo, een lichtcharge.
de grond tot tikkelen hier. Geen idee hoeveel inch het is. Maar het kan makkelijk zo 12 tot 16 inch zijn, hoor dit. Vergeet je niet. Gewoon kilo's is dit aan kruid, hè. Gewoon kilo's. Ja, wij zien hier weigeren. Kijk, ja, die komt gewoon weer naar beneden. Mijn blootoog ziet het helemaal goed. Gewoon een projectiel daar gewoon in het veld. En daar komt het aan. Met de ding met hem. Ik hoop dat hij het overleeft. Dan kan ik op de grond ook nog gewoon afhalen. En dan krijg je al die effecten gewoon op de grond. Dat je in de lucht ziet dat je ligt. Leun. En normaal gezien een shell heeft altijd dubbele lontjes aan de binnenkant zitten. Als het ene lontje bepaalt, het andere lontje wel afgaat. Maar ik weet niet of ondertussen beuken ze lekker door. Of dat bij deze shell ook zo is. Met deze shell, ze zoeken echt het randje op. Zo. Wow, Trisho, die echo. Vroeger kon je hier in Adelphia veel dichter bij die buizen komen, maar het was nooit de bedoeling natuurlijk dat je zo dichtbij kwam. Vandaar de laatste jaren dat er veel meer politie opgetrommeld is, omdat lui zoals de Hollanders iedere keer naar die buizen gaan. Ja, niet alleen de Hollanders, de Italianen deden het ook. Maar op een gegeven moment komen er hier zoveel mensen op af. Ja, je moet ergens een grens gaan trekken. We zijn trouwens op weg naar het schietveld. Kijk, Richel, wat rommel hier allemaal legt. Dingen die voor de helft afgegaan zijn.
Die zou je in principe nog kunnen aansteken, maar... En dan nog een lekkere pasta saus. Ja, ze gebruiken gewoon karton, hè. Gewoon oud karton gebruiken ze om die shells van te maken. We zien jullie hele wijngaard helemaal bezaaid. Ik ga kijken of die bombetjes kan vinden. Denk. Deze is wel serieus op zijn petje op. Ja, maakt ook niet uit. We zien joh. Oh, dat is zo hier allemaal. Ik denk alleen niet dat we verder mogen, want er staat meneer agent. Mogen van meneer agent mogen we niet verder. Het is nog te gevaarlijk, zei hij. Er kan er altijd nog iets afgaan, dus... Die kant lukt ook niet, want daar loopt ook politie. Er zit al politie in die wijngaard hier, joh. Wie weet, ze komen echt overal vandaan. Ja, nou ja, goed. Daantje toch nog goed geregeld. Souvenirtje? De politieagenten liepen de andere kant op, dus we hebben hier toch even zicht op de buizen. Je ziet, er is ook gewoon brand erbij. Politie is er dus bij. Het is allemaal wel gewoon heel goed georganiseerd hier. We laden de buizen allemaal in. En ondertussen is iedereen hier een beetje aan het rapen. Van de grond af. Er ligt hier dus van alles. Ook complete, wat neem jij nou weer mee dan? Wat is dit? Iedereen verklaarde mij toch voor gek dat ik een foutje zag in de show. Hier heb je rek die uit elkaar is geknald. Oh ja, die is niet helemaal goed gegaan. Dat is gewoon een mortierbuis die gewoon helemaal kapot geknald in het dicht. Nee, hiernaast. Die is hiernaast geknald in de buis onderin. En we zitten nou hier een stuk of 20, 40 meter van de... Nou, misschien 50 meter wel. Behoorlijk eind weggeknald. Die zak vliegen door de lucht. Zo. Gewoon staal ook, hè? Aluminium. Ja. Getrokken aluminium. Al die kleine soluutjes. Ja. Kunnen we toch nog zeven goed... Pre-burnertje. Ja. Een lontje eraan kun je ze zo weer aansteken. Nummer 100, ze geven ze gewoon aan. Netjes hoor. Kijk die buizen dan. Ik vind ook bekend vuurwerk, dumbum, geelpatronen gebruiken ze ook gewoon. Ja, het is natuurlijk gewoon allemaal zelf maken. Lachen. We zijn alle buizen aan het opruimen. Maar het zijn verschillende bedrijven die hier dus geschoten hebben. Dus dat busje hoort dan bij één bedrijf, dit busje hoort dan bij een ander bedrijf. Nogmaals, wat gezegd, ik had een aantal jaar eerder moeten zijn hier, want dan kon je gewoon die velden inlopen en dan was er niet zo heel erg veel politie. Oh, de politie komt er aan en kon wegwezen. We moesten weg van de politie, die zat van afstand te schreeuwen. Ik wist niet wat ze zeiden, maar ik denk dat dit niet mocht. Het is niet de bedoeling dat je dit gaat rapen. Ja, dit zijn allemaal van die multibreak shells. Dus er kunnen knallers zijn, er kunnen fluiten zijn. De rook bijvoorbeeld, ik denk dat dit knal is. Ja, maar dit is eigenlijk gewoon een mini shell in een shell, hè? Stopkruid. Zie je wel? Gewoon time fuse. Heb je er eentje? Mijn enkel. Ik heb deze ook. Nou ja. Ik heb een zakken vol. Waanzin. Mag ik niet op? Hé, maar dan gaat er knallen komen. Oh. Dit is knutselen met koets een beetje, maar dan zonder koets. Want dit hebben ze gewoon aan elkaar getaped, dat hebben ze ook gevonden. Die hebben we land. Wat jij ook hebt. Goeie beuker nog. Zo. Dat is geen rook, maat. We gaan al best hard. Goed. Gaat niet hard genoeg, dus nu gaan de vier tegelijk. Ja, hier nog één. Dat is niks. Deukse beuker! Waarom ze sterren vervormen dan? Dat is toch wel Urk? Dat is allemaal één familie. Lekker. Ja, ja, ja. Incest. Tornado! Er gaan wat druif uit de boom knallen. Brocada Crown, klasse 2, 690 gram van Gold Dragon Fireworks. Ben benieuwd.
Dus er is alleen de finale met de achterste voorraas. En nog even een coronakilletje. Zo. Die ging niet helemaal goed. Er moest eerst crackling van afkomen. Die kwam na de knal in plaats van voor de knal. Morgen gaan we weer verder in Adelphia en gaan we vuurwerk winkelen bij Roberto. En gaan we dikke cakes halen. Natuurlijk gaan we die ook afsteken. En we gaan nog hele andere vette dingen doen. En we wisten nog wat op de kop te tikken. Maar dat gaan jullie allemaal zien in de volgende aflevering.